Okidoki snoki allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag de tops en de flops van de maand februari voor je. Afgelopen maand zijn natuurlijk de nieuwe producten van Essence en van Catrice uitgekomen. En van Catrice heb ik geen perspakketje ontvangen, van Essence wel. En daar heb ik lekker geprobeerd en uitgebreid getest voor je. En ook gewoon voor mezelf, omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. En ik wil het vandaag graag aan je laten zien wat daarvan mijn favorieten waren. Er zaten helaas ook wat missers tussen, maar ja, dat heb je altijd helaas. Maar ik ga zeggen, laat gewoon gauw gaan beginnen. Het zijn ook andere producten hoor, niet alleen van Essence en van Catrice. Ik begin even bij de basis, een soorten met primer. Dit is de 1 Minute Face Perfector van Catrice. Magic Finish Effect. Nou, Magic Finish weet ik niet, maar wel een hele mooie finish. Ik vond het een heel fijn, ik vind het een heel fijn product. Ik heb hem ook al best wel veel gebruikt, zoals je ziet. Er zit een flinke deukie in. En dit vind ik gewoon ideaal voor als je geen zin hebt om make-up te dragen. Ik heb, als ik geen zin heb om make-up te dragen en ik dus geen make-up draag, een hele vettige huid. En daar ga ik me dan heel de dag aan irriteren. Dus morgens kan ik denken, ik heb er geen zin in, maar 's middags krijg ik er altijd spijt van. Als ik dit product gebruik, heb ik daar geen spijt van. Want dan is mijn gezicht gewoon mooi geblurd. Het vet dringt niet door. Natuurlijk na een bepaald tijdstip wel, maar dat gebeurt altijd. En mijn gezicht is gewoon mooi egaal. Ik gebruik hem ook in de testvideo van waarin ik nieuwe producten van Catrice test. En ik was daar al heel erg tevreden over. Naarmate ik hem meer ging testen, hoe fijner ik hem vond. Zeker in combinatie met de nieuwe getinte dagcreme van Essence. Dat is dan ook meteen het tweede product. Ik had deze zelf al eentje gekocht en ik heb hem later nog in het perspakketje ontvangen. Maar ik heb die tweede niet weggegeven. En dat wil best wel zeggen dat ik dit gewoon een heel fijn product vond. Het is een getinte dagcreme, dus hij dekt niet al te goed. Maar hij zorgt wel dat je gezicht mooi geblurd wordt. Het wordt echt een, ja, een mooi geheel. En de grootste of de kleinere oneffenheden, die verdwijnen. En het brengt super makkelijk aan. Het blijft goed zitten gedurende de dag. Ik ga pas tegen 1 à 2 uur glimmen, terwijl ik het om 6 uur 's morgens aanbreng. En ik vind deze echt ontzettend fijn. Zeker in combinatie als je eigenlijk geen zin hebt om make-up op te doen. Het is binnen 2 minuten is het klaar. Je hoeft het niet ingewikkeld in te blenden. Je zou het gewoon met je vingers kunnen doen. En het is gewoon klaar en ontzettend fijn. Hele goede aanraders. Tussendoor even iets van de Primark. Ik kocht een tijd geleden al deze lipstick in een Primark shoplog video. En dit is een matte variant. En ik heb hem nu op, want ik heb hem dus gebruikt in een look waarmee ik random make-up producten testen. En die komt nog online. Een random make-up look eigenlijk. En ik vind deze nou al heel erg fijn, want ik heb hem dus 2 uur geleden... Ja, 2 uur geleden, moet ik even op de klok kijken. 2 uur geleden aangebracht en hij zit gewoon nog steeds. Terwijl ik ondertussen ook video's heb opgenomen en heb gekletst en heb gedaan. En ja, ik kan goed kletsen. En hij houdt gewoon ontzettend goed. En hij is ook in mijn hand gesteend. Zie je dat? Dus dat wil dus zeggen dat hij ontzettend goed blijft zitten. Ik vind hem niet echt mat. Ik vind hem wel glanzend. Maar niet dat het stoort of zo. Ook gewoon een heel mooi chiquig kleurtje. En dit is wel een kleur die ik echt vaker zou willen gebruiken, heel graag. Dus dat zegt wel iets over deze lipstick. En ik zou er ook wel meer van willen proberen. Ik weet dat ik een low buy heb en dat dat niet nodig is. Maar de verleiding is wel heel erg groot. Back to Essence, want daar zijn gewoon de meeste producten van. Omdat ik die, ja, echt uitgebreid heb getest en zo. En die van Catrice ook. Maar van Catrice is eigenlijk het echte... Ik heb niet zo heel veel van Catrice ook gekocht. Dus dat ook kunnen schelen. Maar het echte enige fijne product is dit. Maar Essence had meer hele fijne producten. Omdat ik er ook meer van heb getest. En dat is de You Better Work Gym Proof Waterproof Eye Primer. Gebruik ik ook in die video. Waarin ik een random make-up look maak. En deze vind ik ook super fijn. Hij houdt mijn make-up heel de dag. Mijn oogschaduw heel de dag. Het gaat niet creasen, het gaat niet verschuiven. De kleuren vervagen wel iets, maar ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk met bijna alle oogschaduwbasissen wel heb. En dat deze daarin zeker geen uitzondering is. En hij is heel goedkoop, €3,95 of zo. €59 denk ik zelfs. En ja, ontzettend fijn. 5-10 milliliter zit erin. Je gaat er niet geen heel jaar mee doen of zo. Wel, deze tubetje heb je maar heel weinig voor nodig, hè, van dit spul. Maar ik ben er ontzettend tevreden mee. Het laatste van de tops is helaas weer iets van Essence. Voor degene die niet van Essence houden. Maar dat is dit prachtige oogschaduwpalet.
zo mooi. Ik was er in de testvideo enthousiast over. Al enthousiast over. En daarna ben ik het nog meer gaan gebruiken. En raakte ik er alleen maar enthousiaster over. Ik heb deze look ermee gemaakt vandaag. En ik heb er... Deze gebruik ik ook in de video trouwens. Van Random Make-up Video. En ik heb er zoveel verschillende looks mee gemaakt. Het lijkt heel weinig variabel. Maar als je ermee gaat experimenteren. Kom je erachter dat er toch best wel veel verschillende mogelijkheden in zitten. Wel allemaal een beetje dezelfde kleurtinten. Maar ik heb ook niet veel van dit soort paletten. Met blauwige kleuren en grijzige kleuren. Want ik ben over het algemeen niet van de coole kleuren. En ik denk dat als ik hem in de winkel zelf had gezien, dat ik hem niet had gekocht. Maar daarom is het ook zo leuk om perspakketjes te ontvangen. Dat je dingen probeert die je normaal zelf niet zou kopen. En dit is zo goed uitgepakt. Ik vind dit zo'n fijn palette. En wel out of my comfort zone. Maar out of my comfort zone, waardoor het mijn comfort zone werd. Snap je wat ik bedoel? Gewoon heel fijn palette. Super. Heb ik helaas ook flops en een product van Essence, een product van Catrice en van de Action. Even goed schudden. Deze zag je ook in mijn testvideo waarin ik nieuwe producten van Essence test. En dit is de Insta Perfect Liquid Highlighter. Is dit een slecht product? Nee. Maar het product past niet bij mijn huid. Ik heb het verschillende keren geprobeerd en het zorgt er gewoon voor dat mijn foundation van mijn make-up, van mijn gezicht glijdt. Van mijn make-up glijdt. Van mijn gezicht glijdt. Het zorgt ervoor dat ik ga glimmen. Het wordt ontzettend vettig. Het is gewoon niet mijn ding. Als je een droge huid hebt of een normale huid zou dit heel erg fijn zijn. Maar niet voor mij. Terwijl als ik het make-up product heb. Eigenlijk zijn liquid highlighter drops trouwens. Fijn dat je er even bij zegt, vrouwtje. Als ik het product heb aangebracht, vind ik het heel mooi. Maar het is na 2-3 uur al niet meer mooi. Als ik ergens een uurtje naartoe moet, een vergadering of weet ik veel wat, dan zou ik dit prima kunnen gebruiken. Maar niet voor dagelijks gebruik, helaas. En ik heb het echt meerdere keren uitgeprobeerd met meerdere onderproducten, meerdere poeders, meerdere van alles. Maar het werkt gewoon niet zoals ik graag zou willen dat het werkt, helaas. Het past gewoon niet bij mijn huid. Het is geen slecht product, maar het past niet bij mijn huid. Ik weet niet of ik dat ook kan zeggen van dit product. Maar dit is het Catrice Future Female Eyeshadow Palette. Heel fijn, schattig, klein paletje. Je zou het zo in je portemonnee kunnen doen en mee kunnen nemen op vakantie. Het is eigenlijk creditcard grootte bijna. Maar het verdwijnt heel snel van je oogleden af. Als ik dit heb gebruikt, het blendt mooi in. Het ziet er heel mooi uit aan zich. Maar na 2 uur is het gewoon volledig gecreased en is het weg. Welke oogschaduwbasis ik er ook onder gebruik. Want ik heb ook dit product heel goed uitgetest met verschillende oogschaduwbasis. Maar het pakt gewoon geen van alle goed op mijn ogen. Het kan aan mijn huid liggen, het kan aan mijn ogen liggen, ik weet het niet. Hebben meer mensen hier last van? Laat even weten. Want ik heb het nog nergens gehoord, maar dit is mijn persoonlijke mening. Wederom, als ik even een uurtje de deur uit moet, is dit prima en dan zou ik het ook gebruiken. Kijk, het zijn gewoon super mooie kleuren, dat is zo de pest. Kijk, het is gewoon super mooi. Ook gewoon voor een basislook te maken, voor een hele mooie neutrale look te maken. Maar het gaat zo snel van mijn oogleden af. En dat is zo jammer. Heb ik tenslotte nog iets van de Action. Ik kocht 3 beauty blenders in een setje. En ik had toch redelijk goede verwachtingen van. Omdat Action in die losse beauty blenders. Of die losse verpakkingen. Zit een goede beauty blender. Deze zijn nat gemaakt. Ze zijn nog geen halve centimeter. Nog geen halve millimeter. Nog geen halve nanometer groter geworden. Ze zijn knijterhard. Je kan hier echt niet mee aanbrengen, want je gaat jezelf hier echt bewusteloos mee slaan. Terwijl op zich de vormpjes zijn heel fijn. Maar het is gewoon niet fijn om mee te werken. En deze gaan nu ook na het opnemen van deze video de prullenbak in, helaas. Dat was het dan weer. Dit waren mijn tops en flops. Gewoon een best korte video, 9,5 minuut. Ik ga er misschien nog wel wat uitknippen, denk ik. Voor mij doen best kort. Hartstikke goed. Applaus voor mezelf. Moet ik er natuurlijk niet nou nog keilang aan gaan lullen of zo. Veel van Essence, veel van Catrice. En ook tussendoor wel iets anders van een ander merk. Dat is ook wel leuk. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te... Dat had ik al gezegd. Vergeet je niet te abonneren. Abonneer je 2 keer. Nee, grapje. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!